mondkapje. En dat is natuurlijk wel een Die mondkapjes is natuurlijk wel een interessant gegeven. Het RIVM zegt mondkapjes werken niet. Dan zegt Carla Peters, langdurig gebruik van mondkapjes is zelfs schadelijk voor de gezondheid. In de TU Delft wordt er nog eens een keer nagekeken, blijken die mondkapjes totaal niet te werken. Vervolgens krijgen we een mondkapjesplicht. Ja. Mm-hmm. Dan vraag ik, tijdens zo'n technische briefing, is nou het effect van die 80% die het vrijwillig deed naar 100% verplichting, is dat onderzocht? Niemand weet het. Dan is dat toch heel raar dat we een mondkapje... Volgens mij hebben we corona uitgebreid besproken. Ik vond nog wel een grappige passage uit de brief van Theo Hiddema, dat hij schrijft, wij zijn geen FND'ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie. Maar dat terzijde, laten we naar de andere... Dat klopt. We zijn ook niet FND'ers geworden vanwege onze kennis over stikstof of andere zaken. Maar die gebeuren in de politiek en dan moet je... Dus laten we naar een van die punten toe gaan. Als je over katten...